Hallo beste kijker, collega. Het is 2 oktober 2017 en we zijn weer in de buurt van onze nieuwe studio aan de Essebaan nummer 55. De bekende antennemast staat er nog steeds, die gaat een keer weg. En we zien nu het gebouw aan de voorzijde, zoals je het ook ziet vanaf de Rijksweg. Ja, rechts heb je een vleugel die uitsteekt, dan heb je het hele grote middengebied. En dan draaien we langzaam naar het linker uitstekende deel van het gebouw, waarin op de begane grond onze studio wordt gevestigd. Kijk, in die bocht daar, waar ook dat karretje, die komen we dan tegen, dat aanhangwagentje, dat is onze studio. Dus de begane grond. Het blauwe gebouw links, dat is een heel ander gebouw. Het staat aan de andere kant van de straat die daar loopt. Maar dat uitstekende vierkante deel van het witte gebouw, daar is dus ook de ingang van Studio Essebaan van Radio Kapelle. Je kijkt nu via de ruiten in de omroepruimte en in de technische ruimte. Dus vanuit die ruimte heb je dus ook uitzicht naar buiten met voldoende daglicht. En om te laten zien hoe dicht de Rijksweg bij de studio ligt, kun je dit even bekijken. Je ziet daar auto's geparkeerd, weer die ambulance, zie je dat? En mijn auto staat daar, dan is daar de Rijksweg naar Gouda. Deze Rijksweg is dan ook een reden om zorgvuldig te zijn met de geluidsisolatie. We gaan weer terug naar de voorkant. We zijn dus aan de linkerzijde van het gebouw. Hier is dat uitstekende vierkante deel waarin een draaideur is en een gewone deur. Die draaideur heb ik nog nooit open gezien, maar ik denk dat er twee beschermende delen zijn. En daarachter zo'n bekende draaideur. Maar links daarvan, dat zie je hier heel goed, heb je dus de deur die op dit moment gebruikt wordt als in- en uitgang. De deur leidt tot een grote hal, waar links, als je links binnen kijkt, iets komt. Een soort van drukkerij, hebben we begrepen. Maar als je schuin rechts oversteekt, dan heb je daar de openslaande deuren, de klapdeuren van de studio van Radio Kapelle, Studio Essebaan. Hier zijn we net door de deuren naar binnen gekomen en dan zie je rechts in de hal de openstaande deur, klapdeuren, die zijn voor de studio en de deur links daarvan. Dat is de opslag voor techniek en daar zit ook de apparatuur in, de kar, de centrale apparatenruimte. We zijn nu in de omroepruimte en je kunt zien dat daar alles is voorbereid voor de tweede laag glas die daar nog in komt. En tussen de glazen ruiten wordt het bekleed met vloerbedekking, uiteraard. Zwarte vloerbedekking. Dit is Peter Jans, die ook werkt in opdracht van Camera Express om de ruimte voor ons geschikt te maken. En hij is bezig met het vastlijmen van vloerbedekking. Later komen daar dus nog ruiten voor te staan. Je ziet wel de spottingen al zitten. Maar het moet nog even open blijven omdat de hele binnenkant van die dubbele ruiten moet bekleed worden. Met geluidsdempend vloerbedekkingmateriaal. Het is een secuur werkje, er komt van alles bij kijken. Bijzonder gereedschap ook. Maar ook simpel, een spatel om iets mee te doen. Hier ligt bijzonder gereedschap, een pneumatische hamer waarmee vloerbedekking in een houten ondergrond kan worden vastgespijkerd. Hier zie je nog zo'n gevaarlijk ding. En op de achtergrond de Rijksweg. Je kunt bijna de automobilisten een handje geven. Zodra alles daar op dat
op het kozijn klaar is, ja. dan gaan de ruiten ervoor en wordt het afgesloten. En zullen er nog weinig mogelijkheden zijn om daartussen te komen? En hoe zeem je dan die ramen? Het is weer een stuk klaar zo te zien. Dan wordt alles wat er ligt weggehaald. Klaar voor het plaatsen van de andere ruit, de dubbele ruit. Vertel maar waar die kabels voor zijn. Inmiddels zijn er ook heel wat kabels getrokken. Dit is handig. Dit zijn de kabels. Dit zijn kabels. Dit zijn de 16. Die gebruikt gaan worden dadelijk om de mengtafel te voorzien van audio en netwerk enzovoort. Aan de andere kant van de muur hebben we net gefilmd. Daar komen de 12 vanwege de spreekcel. Hierachter de glazen ruit in de gezamenlijke ruimte. Kantoorruimte. Daar komen er een stuk of 12. 12, die zitten er inmiddels ook in. Inmiddels zijn we een kilometer ver. Dus op de helft. Want we gingen bijna naar 2 kilometer toe. En waar gaan al die kabels nou naartoe? Al die kabels die komen dadelijk in de technische ruimte, de centrale apparatenruimte, waar onze server en mengtafel mainframe komt te staan. Oké. En onze zendstraat, waarmee we uiteindelijk op het kabelnet terecht gaan komen bij het thuis. Alle ruimtes zijn voorzien van kabelgoten die dan uiteindelijk terechtkomen in de centrale apparatenruimte waar alle servers, computers en andere apparatuur in staat. Ook het mainframe van de mengtafel komt erin te staan. En er zijn aftakkingen van de kabelgoten weer naar andere ruimte, zodat praktisch alles boven de grond, net onder het plafond, verwerkt is. Hier gaat de kabelgoot de ruimte in van de video-edit-ruimte. Oh nee, het is correctie. Het gaat hier Studio 2 binnen. Don't you know? Je ziet het door het glas, zie je ook de zaak verder lopen. Hier zie je de kabelhaspels die gebruikt worden. Per haspel is 500 meter kabel beschikbaar. Speciale IT-kabel. 2 haspels zijn al leeg en de andere komen deze week nog aan de orde. Hier is de kitchenette. Hij is nu wat meer opgeruimd dan de laatste keer dat we kwamen kijken. Hierin komt dus de mogelijkheid om een klein keukentje komt daar en daar kun je koffie zetten. En eventueel andere een taart snijden of zo. Of een pizza. Er komt de deur voor. Dat is op zich ook niet prettig. De keuken bevindt zich naast Studio 2. Als je dat bekijkt vanuit de centrale ruimte van de studio. En hier heb je Studio 2. De radio Studio 2.